De schaarste is bekend. Kinderen moeten les krijgen. 200.000 mensen kunnen 2 miljoen kinderen lesgeven. Punt. Het is bijna de grote vraag, maar dat lerarentekort, zijn er concrete oplossingen daarvoor? Hoe zie jij dat? Nou, die zie ik in deze structuur niet. Ik zal, want ik vind altijd, je moet de dingen concreet maken. Ik zal een concreet voorbeeld geven. Ik heb een student op de Universiteit Leiden. Die heeft topfuncties gehad binnen de ECB en de Nederlandse Bank. Die studeert voor leraar economie. Een vriend van mij op school die zegt, ik heb een sollicitatie gehad van die lerares. Ze is knettergoed, echt. Ze is echt goed. Niet zomaar goed, maar echt heel goed. Heel veel talent. Ik zeg tegen hem, luister eens, je neemt er wel aan, want zij is heel goed. Hij stuurt mij naar de hand een appje en zegt van ja, hebben we niet gedaan, want zij eist de LC-functie. Je hebt drie salarisschalen, LB, LC, LD. Zij eist de LC, had ik tegen haar gezegd. Ik zeg, onder de LC ga jij met dat verleden niet voor zo'n klas staan. Geen gelul. Dus zij eist de LC. Hij zei, ja, we hadden alleen maar 4 VWO. We hebben haar niet aangenomen, want we hebben al te veel LD'ers. Het geeft dus aan dat je... Maar dit is heel veel jargon, maar volgens mij waar het op neerkomt... Nee, zij wilde een salaris... helemaal op slot gewoon. Maar zij wilde een salaris dat hoger was. Ja, maar zij gaat terug naar het bankwezen, hè? Zij gaat gewoon weg. Die komt niet in het onderwijs. Die heeft dus gekozen, omdat ze zich heel lang keihard gewerkt heeft... en ze denkt van, ik wil gewoon... Maar nu ga ik even advocaat van de duivel. Zou het ook misschien niet oneerlijk zijn als ze veel meer geld zou verdienen... dan bijvoorbeeld de collega's in haar team? Nou, nee, want de rest heeft LD. Ze heeft niet minder, maar dat maakt niet uit. Maar dan nog... Het gaat erom dat zij gewoon niet in het onderwijs komt. En er zijn er ook heel veel mensen die wel uiteindelijk in het onderwijs terechtkomen. En dan 0,25897 baan krijgen in de laagste salarisschool. En die denken nadat ze een paar keer op 3 scholen gewerkt hebben... en denken na verloop van tijd, ja, wacht eens even, ik kan ook iets anders doen. Ze doen het niet. Ik heb 3 kinderen, ja. Even voor de duidelijkheid. Mijn vader was... Ik heb dus ook niks tegen schoolleiders. Mijn vader was rector. Mijn vrouw is het. Ik bedoel, ik kom uit die regionen. Ik weet precies hoe het werkt. Dus ik had graag gezien dat mijn kinderen ook leraar zouden worden. Zij zeggen, alle 3, ja, die is gek. En dat geeft maar ongeveer... Maar is dan hun voornaamste argument dat salaris? Nou, ook de vibe die eromheen hangt. De hopeloosheid, het verdriet. Het verdriet van de leraar. Wat die jongen zegt, ik zat zelf op school. Wat heb ik daar meegemaakt? Dat was voor mij niet inspirerend. Dat is het in essentie. Henk. Klopt. Mij valt op dat als het gaat om het lerarentekort... dat het een van de onderwerpen is waar we het nou het meest met elkaar eens zijn. Hè? Dus de bonden... De werkgevers. We kunnen waarom gaat het dan oplossen. Toch zo langzaam? We hebben het niet zomaar opgelost. Omdat het een heel taai vraagstuk is. Het gaat over het opleiden. De invloed die we hebben op de opleidingen is heel beperkt. Het gaat over de routes naar het leraarschap. Dat zijn er 300 zoveel. Het gaat over hoe organiseren we het onderwijs. Het gaat over meer samenwerken en professionaliseren van het HR-beleid van besturen. Hè. Dat de voorbeelden die Ton neemt, daar is nog een wereld te winnen. Het gaat over meer samenwerking tussen scholen. Maar opvallend genoeg zijn we daar bijvoorbeeld met de onderwijsbonden heel snel over eens wat daar de prioriteiten zouden moeten zijn. Dus dat vind ik nou een van de onderwerpen waar we niet zoveel ruzie over hebben. Is het ook niet een beetje makkelijk om te zeggen... ja, het is gewoon heel lastig op te lossen? Nee, dat zeg ik helemaal niet makkelijk. We hebben hele sessies gedaan met het hele land... en we hebben gevraagd wat zou allemaal kunnen bijdragen. Geen hij-sessies. En die zijn allemaal, alles is op tafel geweest. En daar heeft iedereen van kunnen zeggen, van wetenschappers tot en met leraren... als je nog een goed idee hebt, leg het op tafel. Ja. Het gaat al die dingen... Al die het dingen gaat niet wordt om ideeën, waar gaat het gaat wel? Om prioriteiten natuurlijk. Ja. Het gaat helemaal niet om ideeën, het gaat om prioriteiten. De schaarste is bekend. Kinderen moeten les krijgen. 200.000 mensen kunnen 2 miljoen kinderen lesgeven. Punt. En even een aantal dingen maar doen we gewoon 200.000 mensen zitten heel veel niet-leraren bij. En als je die wegdoet, heb je er geen leraren voor terug. Want dan was het al lang opgelost geweest. Dat zijn niet mensen die dan direct natuurlijk voor de klas komen. Nee, het punt is niet dat we te weinig mensen hebben. Het punt is dat we te weinig bevoegde mensen hebben. Dat we te weinig mensen in de opleiding hebben. En voor de opleiding is bijvoorbeeld heel interessant... dat als je kijkt naar wie er op de opleiding instroomt... sommige scholen bijna geen leerlingen. Die kiezen voor het leraarschap. Andere scholen veel meer. En hoe komt dat dan? Hoe dat komt omdat de leraar soms de slechtste ambassadeur van zijn eigen vak is. Dus die staan ook die leerlingen niet enthousiast te maken voor het vak. Nee, dat is heel opvallend. Ton? Maar even heel concreet, want ik vind dat we daar iets te makkelijk overheen stappen. Als je kijkt naar de afgelopen 25 jaar... en je kijkt ook naar de lumsum en de opvattingen over wat je op school doet... zie je een structureel dédain jegens routines... en een enorme overwaardering voor innovatie.
Want men is telkens op zoek naar dat fantastische idee wat het onderwijs makkelijker, lichter en beter maakt. Daar wordt ontzettend veel gepraat over richtingen, eigenaarschap, formatief handelen. Uren kunnen mensen daarover praten. Terwijl formatief handelen is gewoon een controlevraag stellen. Elke leraar leert het in de opleiding, stelt niks voor. Ik bedoel, dus er wordt heel veel gepraat over dingen die zogenaamd heel ingewikkeld zijn. En daar zijn heel veel mensen mee bezig. Maar Ton, als dat zo eenvoudig zou zijn. We hebben net dat vorige gesprek gezien. Ik bedoel, de vakmensen worden het met elkaar niet eens. Nee, hoe kun jij je zo'n gesprek als net aan die tafel voorstellen in de zorg, waar de gynaecologen zeggen tegen hun bestuurder, we moeten eens met jou praten. Nee, maar dat doen ze toch zelf? Ik denk dat als het gaat over leraren die gewoon lesgeven en die herkennen dat dédain jegens routines enorm. Wij zitten 25 jaar in de guerrilla. Het begon met studiehuis, of ja, bij de basisvorming eigenlijk. Allemaal mislukte vernieuwingen, keer op keer. Dat maakt leraren ook murf en minder vitaal. En keer op keer is er weer een innovatieve slag die gemaakt moet worden. Dat is een groot probleem. Ik bedoel, Klaas van Veen is erop gepromoveerd. Die heeft er een prachtig boek over geschreven. Het is gewoon algemeen bekend dat leraren wat dat betreft toch wel op de verkeerde plek. En je ziet ook dat bij leraren zelf, dat de beweging heel sterk uit de klas is, in plaats van dat ze zich ontwikkelen en verbeteren in het werk voor de klas. Ja. Nou,